nou weer aan, die ze weer een heilige gaan doen. Ze zegt mij dat ze verlangt bij je naar zuster in. Ze kan niet zonder haar zuster zitten en maatje om samen dat te spelen. En ik vond het ook nog zo bij je goed op me verband. Ik dacht ja, toen naar die begrafenis, dat die gaat om te gaan. Ik wil al zo'n toegegaan, maar dan draai ik om. Dan voel ik, ik kan het niet maken om naar hen toe te gaan. Ja. En vandaag? Vandaag is de dag voor ochtend ook geleerd. Toen zei ik voor mijn nacht, ik weet nog zeven. Ik voel zo van ochtend, maar ik kan het als vandaag doen. Die 24 wat dat is plaatsgevat op die 24 zo gastig. Dat voel zo van mij, zei vandaag doen. Dat is vandaag wat die dingen gebeuren. En die altijd dat ik weer in de stal woon. Dat ze niet zei, dat was zo voor mij kom, hoe ik gezien heb wat het gebeurde bij die dag. Want ik was bij die dag op het toneel. Hoe dingen gebeuren. Was je op het toneel? Ja. Vertel mij wat onthou je daarvan? Toen ik aankom naar die dam toe, waar die kinders die bus in die water is. Toen ik aangehaald kom, toen zat mensen met zulke rooi kleur wat niet gezien heb. En toen word ik afgesprongen om te gaan kijken en ik mee kan redden. Maar dat was te later geweest, want toen ik op pad is naar die dam toe om af te gaan springen, wat er om een keer dus mijn kind toe leeg, mijn kind al klaar bij de kant op je val, waar hij daar gered had. En toen zei ik om mij dat mijn kind is in het hospitaal. Die Annie en ik, die hele al twee. Al twee. Het hulle vir gesê, al twee is in die hospitaal. Ja. Want ek sê my kind van die hospitaal, toe by die hospitaal kom. En ek so gekusset, toe sê wat die een na my toe kom. En ek vraag van Jorina, Jorika, waar is Jorina? En sy sê vir my, mami, kind is nog af in die water. Soos eerst toe jy by die hospitaal kom, wat jy besef het, die enigie is dood. Is dood.